Nou, dit is heel herkenbaar, denk ik. We hebben allemaal wel eens dat we kaarten of wat we leuk vinden aan onze deuren plakken, muren, op ramen. En dan denk je, oh, het moet eraf een keer. En dan blijven er altijd van die vieze randjes over. Maar ook op hout, hè? Ik bedoel, kinderen vinden het niet zo gek om ergens iets op te plakken. Maar ik heb de oplossing. Heel simpel, lampenolie. Nou, lampenolie, het kost bijna niks, dus dat is het probleem niet. Nou, kijk, ik doe een klein beetje lampenolie op een wartje. Een wartje vind ik gewoon het prettigst werken, want je hebt ook niet zoveel nodig. En dan begin ik met daar waar de plekken zitten, Randjes ga ik even deppen ook, hè, dat het even goed intrekt. Hier hebben we dat stukje wat, nou, hupsakee. Nou, dan kan je eventjes laten intrekken als je dat wil, als het al heel erg lang op die wand of muur of hout zit. Nou, en nu, als het wat losser zit, hupsa, dat gebeurt nou natuurlijk ook, maar zie je? Je komt er nu heel erg makkelijk vanaf. Zo. En hier, dat stukje tape, dat komt er nu ook. Zie je? Hier is het. Hopzakee. Je trekt het er zo vanaf. Nou, dat ging net zo makkelijk niet. Nou, dit is ook weg. Hier, oh ja, dit zit gewoon los. Ook nu. Hopzakee. Nou, weg is het. En of je het nou op glas gebruikt, en vooral hout, hè. Je hout wordt ook weer even snel mooi en goed, dus je hoeft niet meteen aan allerlei verfkwasten en potten verf te denken. Simpel lampenolie. Nou, geweldig toch? Dus laat ze maar een paar stickers opplakken, helemaal niet zo erg.